Hallo mensen en welkom bij de Let's Play van Watch Dogs. De nieuwe hack Assassin's Creed van Ubisoft, zo noem ik het maar eventjes. Een game waar ik veel naar zat uit te kijken en ik hoop dat jullie gaan genieten, ik natuurlijk wel. Ik heb al een klein stukje zitten spelen, denk 20 minuutjes of zo. Dus een paar dingen weet ik al, ik ken een beetje de controls, dus enjoy de cutscene. Floating in a cloud of data. I just reach out, pluck it from the sky, and it's mine. It's ours. Stay focused. We got a nasty security system. How much we got? 100 grand in 30 seconds. God bless the rich and famous. We are the modern day magicians, siphoning bank accounts out of thin air. Yourself. What was that? Hello. I think someone else is hacking in. Let's take a peek. Let's not. Stick to the plan, Damien. Siphon the accounts and get out. Adventure, my boy. Have faith in your mentor. Something triggered that alarm. Let's find it. Shit. You're scanning the system. I'm almost there. I'm shutting down now. Don't you touch a thing. What the hell is that? We need to abort. We are not done. Help me. Damien, it's over. I'm disconnected. Damien! Maurice. Yeah? You're on. One of our contractors ran a search for the hackers in the Merlot job. You're assigned Aiden Pierce. Take him out. Hit the family if you need to. This guy's hacking days are done. Hit the family? Got a problem? Nope. I'll scare him good. You'll never hear from him again. Dus ja, dat was het. Wij worden dus gezocht door een of andere hackbende, laat ik het zo maar even noemen, dat denk ik. Not sure. En we zijn aangevallen en nu zijn we beland in een gigantisch stadion met... ja, heel veel mensen, belangrijke match, dit en dat. En dat is onze grote buddy. We herkennen hem vast allemaal nog wel. Who gave the order? Don't... Ik weet het niet, man. Ja, dat is meestal een standaard excuus van... Ja, ik weet het niet. Oh, snap. Don't fuck with hackers, they know shit. En dan eigenlijk wel echt deze grootschalige hackers, niet van die kleine kiddo's die... ergens een account hebben gestolen van een vriendje. Dat noem ik geen hackers, trouwens. Oh, shit. Lena Pierce. Just like Aiden, but with less letters. Ah, die gozer is er zo geweest. Mr. Choke on Dicks. Zijn ogen zo fucked up, hè. Iedere keer, ik heb dit eigenlijk één keer proberen op te nemen, dus dat was eigenlijk best wel balen. Maar iedere keer als ik zeg maar zijn oog zit, zeg ik van... dat ding is zo fucked up, er zit echt een dikke stomp in. Nee, dat kan ik niet, want ik ben een man. Oh shit, kogel door zijn kop. 3, 2, 1. Oh.
En ik zat eerst te denken trouwens, ik meld gewoon even. Tenzij je denkt van, hey, mijn videokaart is helemaal aan het derpen of mijn render settings zijn poep. Nee. Zo zit gewoon de cutscene in elkaar. Babam, babam. Oh, er zat een kogel in. Oh. En nou probeer je het slim te doen. Net op. Wow, wow, kijk mij, ik heb een hondbeknuppel. Fuck jou dan. Hier, ik heb een... Oh, zo'n stok wil ik eigenlijk ook hebben. Gewoon zo'n wapenstok. Gewoon super klein, super cheap. Lekker op te bergen. Ziet er niet verdacht uit of zo. Oh, jezus, zo handig, hè? Oké. Okay. Oh ja, tip voor de mensen die net de game ook hebben, net zoals mij dan waarschijnlijk. Hier heb je een zak met gratis geld. Iedereen wil wel gratis geld hebben, natuurlijk. Want gratis geld is goed geld, niet waar? Hey, oké. Okay. Ja, ik zou eigenlijk ook jou niet meer... Oh. System key. Ik weet alleen nog steeds niet wat de nut ervan is. Oh! Hey, what up? Big tattoo. Where the hell you been? What? Ja, waar ben jij? Achter je. Oh, je bent dood. I leave you for 2 minutes. Give me my bullets. I tossed them. What? But you said you'd kill him otherwise. I told you to hold on to them, Jordy. Hello, Jackie Chan. Where you been anyway? I had to make a call. Oh. Can you get what you need from Maurice? Tuurlijk. Keilig knockout. Are you kidding me? Let's clean this mess up. Stop admiring your work. Hey, that's cute and all, but I'm disappointed, Pierce. I mean, you failed to spot the nasty inter-gang drama I'm creating here. That oh, stom ik toch. No, too late. Stom is domme grijs. Chicago's ahead. Game's almost ziet gewoon niet wat de bedoeling hiervan is. We're out of time. Nou, oh, we zien gewoon die arme man nog een keer weer. Lekker bezig door, inderdaad. En is dit een verrassing dus, zeg maar. Nou, oké, okay, vertel het maar. Wat was jouw gesprek? Oké, we got a bunch of dead bodies, right? Ja, dode bende. Heel veel mensen. I called the cops. You did. Nou, wat lekker bezig, man. Bel de politie. Twee gigantische criminelen zitten in het stadion met 4000 man. Oh ja, en 4 man hebben we vermoord trouwens. In een gangetje. Messy altercation at the end of the game. You and I slip away undetected. Nou, klinkt echt als een heel mooi plan, joh. Wat zou er nou mis kunnen gaan? Politie of zo? Oh, wacht. Dit noem ik niet echt Watch Dogs, Watch Cats, is dit eerder. Maar ja. Oh, gewoon een maskertje op en lopen. Nou, oh, fuck jou dan. Oh, nee, shit. Ah, allemaal dode mensen. Oh, wat? Je kan ook gewoon nog zo lopen. Oh. Ik heb eigenlijk gewoon de hele tijd deze kant zo wezen lopen. Zo dit, deze route. En die doet het redelijk goed, zo. Take down. Ik weet niet, man. Hé, hey, heb ik al nou mijn gun? Wacht, ik heb kogels voor mijn gun nu? What? Oh lol, GG. Lekker bezig, guys. Ik leer steeds nieuwe dingen van deze game, jongens. Oh ja, zetten heb ik mijn profiler en dan... Wow, een heel kaal netwerk. Omgaan en kan er niet in. Want kijk, nou komt die woep. Ik moet de camera hacken. En dan kunnen wij... Het is een soort van puzzel steeds, dat gehack. Dus je gaat zo en dan zo. En dan hack je dit. Dan ga je zo. En dan gebeurt er niks. Sorry. Sorry voor de teleurstelling, mensen, maar... Ik ben eigenlijk best blij dat ik zomaar een keer kogels heb voor deze gun. Dat had ik de vorige keer niet. For a reason. He's not going to move. For a reason. En dit, en dan maken we deze. En dan gooien we hem zo van... Simsalabim, verrassing! Zo, kijk. En dan... Hoppa! Simsalabim, verrassing! Hé, hey, meneer. Verrassing, hotshot! Goh, tjajam.
Oh shit, ik heb nu al 50 kogels gewoon in mijn gun. Nice. Ik ga gewoon kijken of ik hier zoveel mogelijk kan mee looten. Gewoon het beste ervan maken, zou ik zeggen. Even kijken, hebben we hier nog iets speciaals of zo? Geen tas met veel doekoes. Nee, zo te zien niet. Oké, dan gaan we door de deur. Hey, you, sir. Business manager van Quinn. Hey, wacht eens even. No, keep your hands where I can see them. Get back. Ja, ja, deed niks fout. That ain't illegal, right? Don't get smart. How did you two afford VIP ticket? Bet she makes more than you do. Zal ik gaan Oh nee, dat mag natuurlijk niet, hè. Gaat schuld, hey. Oh shit, shit. Verkeerde kant. Oh ja, wacht hier, de ATM. Die kan je hacken namelijk. Hey, en dan krijg je nog meer gratis geld. Deze game is gewoon gratis geld simulator 2014. Oh nee, ik zit hier vast. Oh fuck, dat mocht dus niet. Oeps. Sorry. Ik dacht van, hey, misschien kunnen wij schieten en zo, maar nee. Wordt dus niet gewaardeerd om te gaan. Oh nee, niet dit stuk ook nog weer. Ah, oh, fuck. Waar moest ik ze nodig schieten? Nu moet ik hier wachten. En door een tutorial spelen die ik al meerdere malen heb zitten doen. Druk op tab. Ga naar E. Je hebt iets gemaakt. Wow. En dan kan je hem zo meteen gooien met G. Het is als een granaat. Verrassing. Zo. En dan doe je nu Q. Thema Q is je geheime vriendentoets hier. Oké. Ik ga er gewoon voor. Ik ga niet eens moeite aan hem steken. In hem steken. Hey, you, sir. Oké, ja, leuk. Leuk. Hack de ATM. Dat kan natuurlijk weer niet. Wacht even, kan ik uit mijn... crouch modus komen? Oh shit. Major distraction. I want to cut the power and slip past them. To the whole stadium? I thought you wanted to keep the vigilante out. Bang! To the CTUS with serious firewall. Right now, I need to get out of the stadium. Can you find me the nearest access? Yeah, kan dat? Mogelijk, joh. But you need to find someone with security clearance. Security guard should have access. Okay, do we dat. Oké. Hey. Zo. Nu dit nodig. Gaan we zo. En dan. Kunnen we hier nog iets anders hacken? Nee. Alleen maar grote servercentrale. Oh wacht. En dan zo. En dan kunnen wij. Kpieuw. Stroom is uit. En de deur gaat nu open. Ieder moment. Zeg maar nu. Oh shit, hij heeft iets hoor. Oké. Dat is wel heel vervelend, joh. Gelukkig ben ik er al vandoor. Haha, sukkels! Ah, dit ding doet het niet, vind ik zo jammer. Geen hobbelpaard voor Gijs. Nou, hobbelknuppel ervoor, niemand komt hier doorheen. Nice! Nah. Jordy Chin. Geen Jackie Chan, maar Jordy Chin. Fuck. Vriend van een vriend van een vriend is een kennis van mij. Ja, oh nee, de cops. No, shit. Fuck. Cops, man. Ja, oh nee. Dickie, de cops. Man, dat is vervelend dat die er zijn. Nou, snel hier, dus een, mijn dikke waggie pakken. Oh nee, hoe moet ik een auto rijden? Gewoon blank gras. Zoals meestal gaat in iedere game. Ik weet alleen niet welke kant ik op moet. Volgens mij moest ik...
Ik dacht... ja, we gaan gewoon deze kant... Oh shit. Dit gaat zo niet zoals gepland, hè. Deze, dit is de meest beroerdste start van heel mijn Watch Dogs pogingen. Eerste keer ging... ging redelijk. Toen deed die story van fuck you guys. Tweede keer ging OBS. Toen was van nee, kan niet. En ja, dit is de derde keer dat ik het probeer. En nu crash ik in van alles en nog wat. En ga ik de verkeerde kant op. God dang it indeed. Zo langs. Ik hoor wel steeds beter in het bestuur van deze auto's. Want ze zijn niet... Oh shit, sorry. Niemand iets gezien toch? Nee, dat dacht ik al. Nice. Het gaat steeds niet makkelijker met rijden en zo, dus... Hoppa! Oh, hallo! Hallo, buurt. Ik ben er ook weer. Gezellig, hè? Ja. Je zat eigenlijk al van waar blijft Gijs nou toch? Dit is zo... De auto's in deze game rijden wel echt minder tof. Dan doe ik het netjes voor woorden. Zo, het gaat alles stukken makkelijker om bij een safe house te komen. Oh shit, pizzeria. Kijk eens hoe makkelijk dit ging, joh. Niks aan de hand, toch? El muchacho brom sombreros. En we zijn er! Mooi ingeparkeerd. Spiegel hangt een beetje los, maar maakt niet uit, joh. Klein beetje duct tape en alles komt goed, toch? Dat was hem. Dat was de slogan van het jaar, denk ik. Nou, en in de safe house. Hebben wij heel veel safe dingen. Haha. Oh shit. Die amount of slechte grappen. Kabam! En toen was het kapot. Oh nee, toch niet. De stevige muur is stevig. Nou, wat hebben we hier allemaal nog in het huis? Ik denk dat we bijna... Oh, oeh, cool. Oh man, wat sociaal, Bad Boy 17. Klinkt heel legit. Oh, skill points. Oké. Deze was fucking cool. Deze ook. Deze natuurlijk ook. En dan gaan we weer verder naar het pistool dingetje. Dit was heel handig. Focus. Deze. En dan kunnen wij, als het goed is, nog 1 extra batterij kopen. Dus zeg maar een grotere accu. Oh shit. Mission complete. Bottom of the 8. Ik weet niet wat Eden aan het doen is, maar dit is niet goed. Go to bed. Oké, even dit hacken. Yes, gehackt. Nee, daar heb ik geen zin in om te gaan luisteren. Nou mensen, wij gaan even lekker een dutje doen. En dan zie ik jullie in de volgende aflevering waarschijnlijk weer. Dus tot straks. Of maar ik krijg nog fatsoenlijk einde natuurlijk. Thank you.
sick of remembering her that way. It's never a dream of her tiny face pressing the window when she knows I was coming over. Or that little wobbly dance she did. It's always the same nightmare. Nou, dan houden wij hier maar het einde voor vandaag. Mensen, ik bedank jullie voor het kijken van de eerste aflevering voor deze supercoole aankomende Let's Play. Ik hoop dat jullie hebben genoten van nou ook de 20 minuten aflevering. Ik vraag zeker of jullie echt een duimpje omhoog willen doen. Dat waardeer ik zeer erg. En dat geeft ik aan dat jullie meer willen zien. Als er echt lekker veel duimpjes omhoog zijn, dan ga ik dit gewoon dagelijks doen. En als jullie het volhouden, dan blijft het gewoon lekker een dagelijkse serie. Dus mensen, ik bedank jullie voor het kijken en ik zie jullie later.